De regering onderneemt acuut actie tegen onverantwoord gebruik van cyanide en kwik. Het NIMOS heeft bij bemonstering van water in het Stuwmeer in twee van de monsters cyanide aangetroffen. Cyanide staat op de negatieve importlijst en is vergunningplichtig voor de import ervan. Tot nu toe heeft alleen Nieuwmond Suriname en Roosevelt Gold Mines vergunningen hiervoor. Vanaf nu geldt een stop voor cyanidegebruik in kleinschalige goudmijnbouw. In beslag genomen cyanide zal worden vernietigd, terwijl de regering ook een strafrechtelijk proces zal inzetten. Een veiligheidsteam werkt aan de opsporing van verdachten in deze zaak. Suriname kan binnenkort weer beginnen met de export van maya's naar Europa. De uitvoer van deze vrucht, die vanaf 2015 alleen vanuit Nikeri gebeurde, werd in augustus 2019 door het ministerie van LVV stopgezet vanwege aangescherpte wetgeving van de Europese Unie. Europa eist dat exporterende landen een monitoringssysteem in place moeten hebben voor de fruitvliegen. Om hieraan te voldoen voert het ministerie sinds 2019 het project Area of Low Pest Prevalence uit. Met het project is de export van maya op jaarbasis rond 20.000 kilo groot veiliggesteld. En op Internationale Dag tegen Homofobie, Transfobie en Bifobie, die gisteren is herdacht, heeft de ambassade van Canada een ondertekeningsceremonie gehad met Parea en Denise Carr Foundation voor twee nieuwe projecten. Beide projecten zullen helpen om LGBTQ+ gemeenschap in Suriname te empoweren. Canada meent dat homofobie, transfobie, bifobie en discriminatie geen plaats mogen hebben in samenlevingen en het een fundamentele mensenrecht is van iedereen om te zijn wie ze werkelijk zijn.